Sinds begin oktober bouwen hier jongeren in B-Town hun Lego droomproject. Kan jij vertellen wat er precies gebeurt? Ja, we zijn met twee groepen jongeren, dus in de leeftijd 10 tot 15, zijn we gedurende 6 weken zijn we hun droomproject aan het bouwen. En het gaat dus echt over het mogen dromen. Het gaat er helemaal niet om of dat het mooi wordt of dat ze goed kunnen Lego'en. Nee, wat zou je nou het liefst willen bouwen? En we zien dat de ene groep maakt samen met z'n 12 één bouwwerk. En de andere groep, dus de donderdaggroep, die maken 3 verschillende bouwwerken. En aan het einde gaan we dat exposeren. Dan kunnen ze het laten zien aan hun vrienden, aan hun familie, klasgenoten. Wat ben je aan het bouwen? Ben ik aan het maken. Wow. Jij bent natuurlijk expert, want je was winnaar Lego Master 2020. Ja. Hoe doen ze het? Nou, ze doen het super. Het is heel leuk om de creativiteit ook te zien groeien. Ook kwam bijvoorbeeld een meisje kwam binnen. De eerste keer een beetje timide. Maar ja, maar ik kan helemaal niet zo goed bouwen en ik ben niet zo creatief. En toen we eenmaal begonnen en aan het brainstormen waren en de stenen op tafel lagen, nou, toen ging ze helemaal los. Ik ben nu een reuzenrad aan het bouwen. Voor in het pretpark wat wij nu aan het bouwen zijn. Moet het heel pretpark worden? Ja, alleen dit is niet het enige gedeelte, want daarachter is komt nog een racebaan. En dat is dan eigenlijk pretpark wat we aan het creëren zijn. We hebben dus aan ieder kind hebben we gevraagd, wat zou je het liefst willen? Wil je van een set bouwen? Wil je zelf iets bouwen? Wil je alleen iets bouwen? Wil je samen bouwen? Dus het gaat helemaal niet om het resultaat. Het gaat er gewoon om dat ze doen wat bij ze past. Nou, er zijn erbij die zijn nog wat onzeker in het Lego'en. Of die hebben nog nooit Lego aangeraakt. En daar hebben we dan gewoon wat setjes voor gehaald. En die zijn dus, nu zijn ze dan ook een beetje aan het freestylen buiten de boekjes om. En er zijn erbij die vanaf het begin zeiden, oh nee, ik weet helemaal zelf wat ik wil maken. En dat is ook oké. Jongens, wat moet dit worden? Wie vertelt het me? Ja, eigenlijk een grote battle van Star Wars. En het is eigenlijk 2 beestjes. En dan tussen de goede en de slechte. En dan gaan ze naar de oorlog gaan. Is het een pakket of doen jullie dit allemaal uit je eigen blote hoofd fantasie? Fantasie? Ja. Wauw. En al enig idee hoe het er straks uit moet gaan zien? Ja, er komen 2 beestjes, die en deze, en daartussen komt een slagveld. Waar komt alle Lego vandaan? Er ligt voor een kapitaal. Ja, we hebben op verschillende plekken in Nederland hebben we Lego besteld, samen met de jongeren. Dus ze komen met hun bestelling aan. Ja, Lola, we hebben 100 blokken van deze kleur nodig, 100 blokken van die kleur nodig. We hebben poppetjes nodig, minifigs nodig die aan het kotsen zijn, want iemand is bijvoorbeeld een pretpark aan het maken. Dus nou ja, dat mogen ze dan bestellen. En daarnaast heb ik er gewoon een grote hoeveelheid Lego, gemengde Lego, zodat ze ook daarin een beetje kunnen zoeken en net weer eens een ander steentje vast hebben dan ze normaal mee bouwen. En we hebben een deel van de Lego hebben we ook kunnen lenen van een bedrijf in Oosterwijk. En de rest hebben we dus gekocht en blijft dan straks ook in B-Town. Dus daar kan iedereen straks mee bouwen.